voedselconcentratie. Oftewel halve maan. Bij de voorwaartse bewegingen van deze kata beschrijft men halve cirkels met de handen en voeten. En de naam hiervan is van zo dus afgeleid.
kraanvogel op een os. Het karakterlijk strikken van deze vorm is de stand op een been die er herhaaldelijk in voorkomt. Het geen gelijkenis heeft met het prachtige gezicht als een kraanvogel op een rots balanceert en op het punt staat zich op een slachtoffer te storten. Zeer stabiel. Zij zorgen voor een goede lichamelijke training, hoewel zij moeilijk zijn voor beginners. De naam Jute impliceert datgene die deze skata beheerst even effectief is als 10 man tegelijk. Zelf ontworpen en zijn genaamd de Adelaars.